Ik ben Boy Plummerkors, de medespecialist voor Coral Media. Welkom weer bij een nieuw seizoen. Dit keer seizoen 3. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp tablets. Wat zijn tablets? Een tablet is een computer. Het lijkt op een smartphone, maar dan groter. Een tablet heeft ook geen toetsenbord en een muis. Een tablet bedien je met je vingers op een touchscreen. De geschiedenis van de tablets. Vanaf 1995 zijn ze al bezig met een... Vanaf 1915 zijn ze al bezig met een tabletsysteem. Maar eerst kwamen er tablets voor in science fiction films. Dan in 1989 werd de eerste echte tablet gepresenteerd. De GridPad 1900. Dit 2 kilo zware apparaat kostte $2,400. In de jaren 90 begon Microsoft tablets te ontwikkelen. Dit was helaas geen groot succes. Toen pas Apple in 2010 de iPad op de markt bracht, was de tablet niet meer weg te denken. Welke merken tablets? De bekendste tabletmerken zijn onder andere Apple met de iPad, Microsoft met de Surface tabletlijn, Samsung heeft de Galaxy Tab, Asus heeft zijn ZenPad en Sony had de Xperia tabletlijn. Maar deze worden helaas niet meer gemaakt. En dan heb je ook nog Google met zijn Pixel tabletlijn. De besturingssystemen van de tablets. Apple heeft voor zijn tablet zijn eigen besturingssysteem. Dit was vroeger iOS en heet nu iPadOS. Google, Samsung en Asus hebben... Ik heb nieuw. Google, Samsung en Asus en vele andere merken hebben Android als besturingssysteem voor hun tablets. Deze is ontwikkeld door Google. De Microsoft Surface heeft Windows 11 als besturingssysteem op hun tablets. De toekomst van de tablets! Van pen en papier naar een computer, van een computer naar een laptop en van een laptop zijn we nu overschakeld naar de tablet. Gaan de tablets alle laptops en computers vervangen? Laat het weten in de comments. Ik ben Boy Plummerkors, de medespecialist van Coral Media. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nou, applausje. Staat erop.